krijgt, zegt ze toch? Is het al zover? Nee. Dood! 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 Nou, gezellig is anders. Die katholieken, hè? Die hoeven niet alleen goed voor anderen te zorgen, maar ook goed voor zichzelf. Is het al zover? Nee! Nou zeg, het was maar een vraag, hoor. Geduld is een deugd, zusters. Geduld is een deugd. Kus je nog wat kaas? Of leverworst? Nou, het lijkt me niet echt het moment om te eten, wel? Alsjeblieft, meneer Pastoor. Dank u wel. Voortreffelijk! Dit is wat je doet, nou eens een voortreffelijk wijntje. Om het even te leven. Oh, wat vreselijk! Wat erg! Wat een ramp! Wat een catastrofe! Wat een stok, mam, het lijkt wel een hoogstand. Oh, die wente! En waarom verstoort u de rust van ons klooster? U bent in het klooster, meneer pastoor. U houdt de wacht bij broeder overste. Oh ja, natuurlijk. Dat klopt, dat heb ik gedaan, hoor. Wat een gedoe toch allemaal. Daar word je toch doodziek van. Doe je wel een beetje voorzichtig met die dozen, hè? Misschien zit er wel iets heel breekbaars in. Maar ze zijn echt heel zwaar, hoor, man. Kun je niet even helpen, Mathilde? Ach, kind, ik zou dit met alle plezier doen, hè. Maar ik heb zo'n pijn in mijn rug. Zuster Cecilia, ik wist niet dat u een kast had. Ik wist van niets meer, pastoor. Hoe durft u? U moest zich schamen. Wie bent u? En waarom zit u hier het eten van meneer pastoor op te eten? Zuster Cecilia... Gij zult de honger voeden. Bent u dat soms vergeten? Wees eens eerlijk, meisje. Wat komen jullie hier doen? Ik moet voor mama altijd zeggen dat we hier komen om tante Ursula te bezoeken. En ik mag dan niet zeggen dat we hier zijn om het geld te zoeken. Dus dat doe ik ook niet. Ik moet het lot een handje helpen. Ik ben zo terug. Ja, u zult wel. Goed!
mam. Hou nou eens even stil, want ik moet even nadenken. Ik moet even alles op een rijtje zetten. Mama. Stil heb ik toch gezeten? Ik kan toch zo niet nadenken? Mam, is dit wat je zoekt? Hou nou eens even stil. Is dat een brief van de paus? Die heb ik nog nooit gezien. Is dat zijn wapen en zijn lakzegel? Oh, zijn handtekening. Oh. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, maar het is wel mooi. In deze brief staat Bas een afgezant sturen om dat 500.000 euro op te halen. Er komt de kardinaal op bezoek. Dat u bij elkaar bent. We moeten ons gewoon gaan voorbereiden op het bezoek van de kardinaal. De kardinaal is er al! Zusters! De kardinaal is hier? Ja. Waarom hebben jullie dat niet eerder gezegd? Zuster Anna heeft gelijk. Meneer Carlo Nannini is de kardinaal. Ik ben speciaal voor zuster Cecilia neergedaald. Voor mij? Dit moet een zieke grap zijn. Ik ben niet uit de hemel gekomen om grapjes te maken. Is uw geloof aan het wankelen, zuster? Nee, natuurlijk niet. O, lieve vrouwen, eindelijk bent u voor mij verschenen. Wat zijn we stom geweest. Inderdaad. Ja, hè? Wat? Zuster, hier staat uw nieuwe novice. Mijn dochter heeft besloten dat ze haar verdere leven aan het geloof wil wijden. Nieuwe recruten? Onvoorstelbaar zeg, dat Gendel wilt worden. Zo'n mooi en intelligent meisje. Wat betekent intelligent? Och, laat maar. Ik ben Thijs. Thijs de tuinman. Ze denken dat ik een of andere kardinalo ben. Nee, is echt. Ik spreek de waarheid, niet liegen. Ze hebben me zelfs een jurk aangetrokken. Natuurlijk. Natuurlijk speel ik dat spelletje mee. Ze buigen als die kniepmessen voor me. Nou, ik was bij de juwelier. En ik wilde een prachtige diamanten horloge kopen. Echt waar? Ja, hier bij mijn boer in de Durfstraat. Nou, dus ik wilde betalen. Ja? Ik trek de kussen open. Ja? En dan zie ik helemaal niks. Niet één rode rotcent. Je denkt toch zeker niet dat ik met dorsvirkens kan betalen, waar? Oh, nee, ik weet al waar het is. Zo ruik het in die dure zaken ook altijd. Dat is gezichtscreme. Ik wist eigenlijk niet dat die nunneke zich zo met haar uiterlijk bezig hielden. Dat is een lekker goedje, zeg. Nou, dit is alles wat ik kon vinden. En ik hoop dat hier het geld tussen zit, want anders weet ik het ook niet meer. Moeder die zal me levend frituren als ik het niet vind. Zuster Gabi, ik ben mijn mondelmiddeltje kwijt. Je weet al, dat putje met die onkruidverdelger. Ja? Heb je er ergens gezien? Nee. Hallo, mevrouw. Bent u wel in orde? Ik heb dringend geld nodig. Ik moet naar de plastisch chirurg. Dat mens is gek. Nee, ze is bezeten. Bezeten? Wees gewaarschuwd. De duivel is onder u. Haar lichaam is ingenomen door demonische machten. Kom op, meneer pastoor. We moeten haar vastbinden op het bed. Oh, hè? Oh nee, blijf met je takken van me af. Mama, Thijs was zo blij dat ik zijn potje had gevonden. Hij kon me wel zoenen. Maar dat durfde hij natuurlijk niet omdat ik deze kleren aan heb. Gabi, meisje, lieve schat, wil je mij heel eventjes losmaken? Oh, mama wil mijn korte rokje niet dragen, zal Thijs vast wel mooi vinden. Oh, jawel hoor, vast wel. Maar wil je me nou even losmaken, alsjeblieft, lieve schat? Ik doe de brand, mama! Hey, zie je hem dan? Ach, ik wil het niet weten, ook niet. Maar ik ken die geur ergens van.
Daar rukte men een onkruidverdelger. Jij hebt een spul toch niet op je gezicht gespeerd, hè? Oh, niet nog een, hè? Oh, eminentie, wonder! Ik was uw bed aan het opmaken en toen ik uw kussen opschudde, toen vond ik het. Oh, een wonder! Dit moet genoeg zijn om onze schulden mee te voldoen. Oh, dat is voor mij en een uit de zon. Raak de kast niet aan! Hé, hey, die stem, die ken ik ergens van. Daar moet ik het fijne van weten. Stop! Blijf uit de buurt van die kast. Gelukkig ben ik niet zo goed, geloof ik. Zuster Anna! Let niet op de vrouw in de kast en ga vooral door met uw werk. Ondurfde! Niets mee te maken, eminentie! Ik ben u altijd trouw gediend, eminentie. Oh, het is allemaal de schuld van zuster Anna, eminentie. Oh. Wat is dit voor de popkast? Huh? Maar, wie bent u dan? Ik ben kardinaal Vincenta van Rome. Ik kom rechtstreeks van de paus. Moeder Hoogste! Oh. De vereisten zijn de dood! Moeder Hoogste, die leeft! Geweest. Ik heb een dokter laten komen en ik bleek een voedselvergiftiging te hebben. Ach, ik ga mijn koffers pakken. De koffers pakken? Ik moet de kardinaal betalen. Ik heb genoeg van al deze ellende hier. Ik wil dit niet nog een keer meemaken. Weet je, ik ga een vliegticket kopen en ik ga lekker terug naar het warme Bonaire. Boom, wat een kolom. Maar meneer de pastoor, wacht nou even. Oh, en wie mag hier die zooi weer opruimen? Ik. Er woont hier ook nooit eens iets. Wat een zwijnenstal. Als ik die met je schoon wil krijgen, dan heb ik een wonder nodig. Een wonder? Zou u er misschien nog eentje kunnen sturen? Daar was ik al bang voor. Je zou toch haast gaan geloven dat wonderen niet bestaan? Dat had je gedacht! Ha 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 ha! Ha ha ha!